kijkers van Shine Surprise. We gaan vloeien af in de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Case Lock met Nanowing. Lekkering featuring Milka Rape en Pepsi. Milka Rape en Pepsi. Het is tijd voor een cage match. Zekering. Dus ik moet even jouw schermpje wegdoen. Ook niet surprise trade. Oeps. Gaan we elkaar surprise traden? Nou, dat is één keer gebeurd. Oh ja, dat is waar ook. Ja, dat was wel een verrassing. En verrassing is een Engels leenwoord. Kibooming. Zekering. An opponent has been found. Kijk, nu heb je wat meer keuze om in te zetten. Ja, de keuze is reuze. Zekering. Het valt wel mee, er zijn nog steeds maar 3 Pokémon, maar dat maakt niet uit. Nou, beter dan 1 toch? Ja, ik bedoel, nu moet ik de gok wagen. Kijk, nou ja, en ik heb het voordeel dat ik alles nog kan gebruiken. Ik heb alles maar 1 keer gebruikt. Of nou ja, van wat ik heb. Even kijken, je hebt Magnetron, je hebt een Amoongus. En je hebt de Hariyama. Oké, ik denk als ik... maar als ik deze gebruik... Ja, maar je hebt ook weer dat. Oké, nee, ik... Ik heb een keuze gemaakt. Het is een risk it for a biscuit, maar... Misschien is het het wel waard. En anders heb jij een puntje en dan kan je een token kiezen. Ja. En terwijl we daarop zitten te wachten, neem ik een hapje van mijn Milka. Doe dat maar eens. Nou. De laatste normale cage match. Zin in. Tegen Lekkering. Zekering. Tegen Milaning. Ah, oh, kut. Ik hoop dat je Inteleon of Rotom Wash zou kiezen. Nee, dat was niet echt handig. Ah, en weet je wat het erge is? Mijn Pokémon kennis die houdt zich ook een beetje tegen. Oh shit. Ik ga het gewoon proberen, fuck it. Oké. Oh, je hebt Hammer Arm, never mind. Maar je hebt Sturdy. En mijn Sturdy. Oh, niet? Oké, dit is wel een beetje irritant. Ik ben al fucking 3 keer geparalyzed in een cage match. Ah, nu moet het over zijn. Godverdom. Maar het kan toch niet zo zijn dat ik weer ga verliezen door Parahatch? Ja. Nah. Crit. Nee. Kom op, ben nog 1 keer geparalyzed. Ja! Nee! Eindelijk door die vloek gebroken. Oh. Jongen, jij altijd met je luck. Wat nou luck? Een beetje perhex. Eindelijk een keer niet. Oh, oké, ik ga voor TM's ook op Metagross. Oh nee, ik wil niet nog een keer battelen. Dus nu moeten we ook de TM-lijstje voor Metagross erbij gaan pakken. Kijk, ik weet in ieder geval voor rood wat ik wil gaan fixen. En we moeten weer Pokémon's natuurlijk gaan vangen. Oh ruilen, ja. Wat. Dus, misschien... ja, dat mag nu nog een keer, ja. Oh, dat was ik vergeten. Oh, ja, zeker. Dat is wel nice. Misschien dat ik nog iets interessants krijg. Ja, dat zal vast wel nog iets interessanter zijn dan een Magneso. Misschien krijg je wel Iron Hands of zo. Of je krijgt Fluttermane zou ook wel een hele goede zijn. Of je krijgt zomaar Legendary, maar ja, dat... Als je Groudon krijgt, dan is het echt over. Dan is het echt jover. Levitate. Ondertussen krijgen we alweer wat stemmen in onze poll. Ja? Ja. Ik zag... Paddy heeft gestemd.
Ook dubbel. Oké, ik denk zomaar dat het dubbel gaat worden. Ja, hij wil weten waar het voor is. Dat mag. Moet ik het zeggen? Ja. Ik heb het gezegd. Oeh. Kijk, we vangen een skidderebuk. Ja, nu is het echt gewoon nieuwe Pokémon's krijgen en dan je team helemaal gaan updaten. Klaarmaken voor de... Klaarmaken voor de leak. Voor de leak, Voor de leak, Good. En dan vangen we nog een... Repeatable! Oh, ik kan wel een repeatball gebruiken, maar ik heb hem nog helemaal niet. Dan werkt zo'n repeatball dus ook helemaal niet goed. Dan werkt hij net als zo'n pokeball, maar je hebt hem wel. In dat geval verander ik mijn antwoord. Het was een joker. Lickering. Heeft Standering wel tijd voor het project met jou dan? Hij maakt me tijd. Oké. Die voel ik wel. Even kijken. Surprise. Nee, maar even zonder joken. Ik zal wel aan hem vragen of het hem wel uitkomt. Want anders moeten we dat natuurlijk niet doen. Mm-hmm. Maar ik denk het wel. Hij heeft hij zei dat hij het wel wou. Oké. Okay. Nou, ik denk dat hij echt bezig is met die... met afstuderen. Mm-hmm. Meestal voor dat soort opleidingen is het toch in mei klaar, dacht ik. Denk ik. Ergens in april. Je bent wel een tijdje bezig, dat wel. Dat weet ik nog wel. Even kijken hoor, wat wil ik? Ah, Magikarp. Die heb ik ook. Legit. Legit, ik dacht nooit dat we een Magikarp zouden krijgen. Ik heb een keertje gehad, maar dan was hij te hoog level. Maar nu is het legit. Nu, Oh. Whoa. Oh, ik had hem nog niet. Oh, dan was jij degene die een Magikarp Ja, ik heb een Magikarp. Ja. Oh, dat was het. Level 5. En een Scatterbug. Ik hoop dat ik die al heb, want anders word ik wel een beetje boos. Ja, ik heb hem al. Gelukkig. Lickering. Geef me alsjeblieft een DLC Pokémon van level 60, alsjeblieft. Hoog level die je niet hoeft te trainen. Precies. Een Ayush. Ik zou een Beldum ook wel leuk vinden, of een Metagross. Een Rowlet. Oeh, die zou ik ook heel leuk vinden. Ja. Al heb ik nu al inmiddels al een gras Pokémon, maar... Ja, ik ook. Nou. Een Diglett. Een Diggy hole. Kijk, Longreach. Ik weet niet of dat handig is. Nou, sowieso moet ik even kijken wat ik wil veranderen. Ik moet TM's gaan maken. Nou, nog een flink ook als het zo erg is. Kijk, in ieder geval voor Metagross wil ik er, zijn er twee die ik heel graag zou willen. Dan wil ik voor Rotom wil ik er nog eentje. Oké. In ieder geval, Nimble is mijn laatste. Dus de enige goede is Rowlet. Maar ik denk zo dat ik mijn team gewoon hou zoals het is. En wat ik even moet gaan doen, is ik moet even naar de center gaan. Even kijken of ik wel de TM's kan maken die ik wil. Want learnable moves. Wil je Psychic maken?
Ja, ik wil Psychic Fangs en Earthquake. Kijk, Brick Break. Brick Break is ook wel een goeie. Die naar rechts, dat is Psychic Fangs, toch? 59? Oh, zijn het. Deze is het. Oh. Veluza, Basculin en nog iets wat ik niet heb gezien. Oké. Okay. Daar hebben we Google voor. Volgens mij heeft hij Iron net al. Oké. Okay. En dan even Rotom. Ted, Bulb en Pichu. Oké. Nou, ik weet dan in ieder geval wel een beetje waar ik moet zijn. Ik moet dan hier een beetje... Daar spawnt Pikachu. Luminion? Dat is niet zo best. Nee, daar heb ik helemaal niks mee aan, nee. We kunnen wel SMS Luminion doen. Nou, naar 6464. Ja. Even kijken. Als het goed is. Nou, hier is de Deadpool in ieder geval. Daar krijg ik er 2 van. Volgens mij heb ik dan Deadpool in ieder geval wel voldoende. Moet jij. Ook nog voor Bob wat TM's fixing? Ik kan nog kijken of er nog wat is. Ja. En Charizard mag ook nog TM's. Ah ja, dat is ook nog misschien handig om even te kijken of er nog iets is wat je zou willen. Volgens mij had ik deze al. Eén Pichufer. Ja, dat is echt te weinig. Nee, die had ik nog niet. Pikachu. Geef me 2. 3. Oké, dat is perfect. Dan weet ik dat ik Hawlucha moest hebben. En die zit natuurlijk hier. Nou, het voordeel is dat we nu kunnen klimmen, dus nu kunnen we echt overal naartoe. Dit wordt echt de prep aflevering. Yep. Als het super slecht was gegaan met ons beiden, hè, dan hadden we altijd er nog voor kunnen kiezen om de Ruined Quartet te vangen. De wie is wat? Die Ruination Quartet. Ja. Hawlucha. Ja, weer naar Lucha. Oké, dan. Ik had hier een pagina geopend. Maar dit wordt wel echt heel kut om te vinden, dus ik denk dat ik deze niet ga doen. En ook voor om tijd even te besparen. Kijk, als we nog tussendoor geen sessie hadden, dan had ik wel wat items dan gefarmd. Maar dat gaan we omwille van de tijd dan niet doen. Kijk, hier, deze wil ik. Een Bruxish, een Basculin en een Veluza. Nou, fijn. Oké. Okay. Ik had wel verwacht dat Psychic Fangs meer een TM zou zijn in postgame. Kijk of Michael heeft gestemd. Nee.
Eigenlijk is het antwoord er al, maar ja. Ja, ik denk, hoe meer ik erover nadenk, vind ik double battles ook misschien wel het slimste om te doen. Dan heb je wel wat meer strategie en het is in lijn met de DLC. Ook dat. De Copetti met zijn rotation battles aan. Ah, too late. It's too late to apologize. Too late. Too late. Kijk. Yeah, that's Brooks. All right, because I like the way it hurts. Kijk. Kan jij je toevallig herinneren waar je Basculin het makkelijkst kan vinden? Basculin? Nee. Ah. Ik kan eventueel naar Kitakami gaan, want ik weet daar wel een plek waar die zit. Maar in deze overworld weet ik het echt niet. Kijk, en ik zit voor Bruxish volgens mij verkeerd. Nee, wacht, hij zit wel hier. Of hij zou wel hier moeten zijn. Kijk. Ik zie alleen... Kan jij mij vertellen waar ik leftovers kan kopen? In de Pokémarkt. Zeg maar die Delibird shop. Ja, daar was ik net, maar daar kon ik geen leftovers kopen. Welke Delibird shop? Deze, in elektrische gymstadje. Ga naar de van de main hub. Dus waar de academy is. Daar zou je kunnen kijken en anders die in het waterstadje. Nee, ga weg, Floatzel. Wow, wat een haat naar Floatzel. Ja, sorry. Nou ja, als die Bruxish ding te lang duurt, dan ga ik gewoon zo'n... kopen? Zo'n parfait... Weet je wat trouwens grappig is? We hebben allebei evenveel cage matches gewonnen. Jij staat wel voor, omdat ik 1 keer wide out ben gegaan. Voor de eerste cage match. Ja. Ja, maar anders was dat niet mogelijk. Daar stond ik nu wel achter. Nee, anders stonden we nou gelijk, hè? Want jij staat nu 9-8 voor. Oh! Nee, jij staat nu 10-9 voor. Oh! Ik dacht dat ik juist... dat het 9-9 nog stond, maar dat was natuurlijk voor de match. Kut. Nou, dan heb ik niet mijn ware Pokémon Meester Aard naar boven gebracht. Dan ben ik nog steeds noob. Hoezo? Nou, als ik echt de Pokémon Meester was, dan had ik sowieso de vloer met je geveegd. Wow. Wow. Maar dan had ik dat ook bij Jordi gedaan, hoor. Dus, maar dat bewijst dat waarom ik nog... Waarom kan ik die kut Deli niet vinden hier? Het is bij de ingang van als je net... de tutorial heb gehad en dan naar rechts. Ja, en dan naar rechts. Oh, naar rechts. En dan huis je daar. Oh ja. Daar zit die vuile bitta. Wat een vuile bitta. Pak hem aan. Dat glibberige monster. Zekering. Nee, hier zijn exact dezelfde items als... als bij die ik net had. Oké. En de, hoe heet het? De waterstad? Denk je niet dat al die shops gewoon dezelfde dingen hebben? Nee, want er is wel een verschil. Anders Google even. Google even. Je hebt toch nog de tijd, want ik ben ook nog bezig met shit zoeken. Maar die Bruxish die spant gewoon heel weinig. Hier, pak hem. Hij staat voor je neus. Hoeveel krijg ik? 2. Oké, dan moet ik er nog eentje killen. Oh, en daar spant hij net voor mijn neus. Nice. Oké. Dan ga ik naar Kitakami. Voor de Basculin. En de Felusa is super makkelijk te vinden. Op de havenklap helaas. Lefties. Jordi stemt voor Disneyland Parijs.
Okay. Stemt voor het kasteel van Mickey Mouse. Daar moeten we onze battle houden. Goed. Yes. Nou ja, we hebben alle stemmen zijn binnen, dus het is al bekend. Maar ja, het was wel eigenlijk na de eerste twee bekend. Ja. Dus dat is geen verrassing meer. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken, want het is alsnog leuk. Zeker weten. Flikker op, Petaleel. Oké, let's go. Ik weet niet of ik dat ook in de opname had gezegd, een keer. Maar? Nou, dat heb ik jou al wel net verteld tussendoor, in ieder geval. Maar je kan dus naar Blueberry Academy, echt aan het begin van de eerste DLC van Kitakami. Volgens mij had je dat in de opname gezegd. Toch wel een opname? Kut. Ja, volgens mij wel. Nou ja, mocht dat niet zo zijn bij deze. Want van wat ik had gelezen destijds, moest je eerst Kitakami halen. En je moest de story van Area Zero completen. Het enige wat ik nu wel jammer vind, Milan. Ja. Is dat ik niet de theme kan gebruiken van Champion Kieran. Dat had ik echt een vette theme gevonden voor ons eindgevecht. Hmm. En vooral, voornamelijk ook omdat het een dubbel battle wordt. Dat was extra. Ben jij wel al zo meteen in staat om die kant op te gaan? Blueberry Academy of The League? The League. Nou, ik ben nog bezig. Ik moet nog die materiaal voor Basculin. Dan moet ik nog Veluza. En dan was er nog één TM die ik wilde maken. Maar ik weet niet hoeveel materiaal ik daarvoor heb. Dus dat moet ik even checken. Kijk, Basculin, dat zit hier in het water. In het bos. En het zit helemaal daar natuurlijk. Oh, je hebt leftovers gevonden? Ja. Oké. Okay. Trouwens, wil je ook nog teletype swappen? Nee. Nee? Oké. Okay. Mogen we toch niet gebruiken in de cage match, dus... Jawel toch? De laatste battle gingen we juist wel... Oh, nou dan wel. Dan ook niet, bedoel ik, maar... Ah, oké. Okay. Is prima. Kijk, ik moet er 3 hebben. Oké, okay, nog 1. Yep. Kijk, en precies wanneer je hem nodig hebt, dan arriveert hij. Oké, dan gaan we Veluza killen. En ik dacht dat ik ook Tatsukiri moest, maar misschien dat ik dat mis heb. Oh, leert Houndoom geen crunch? Niet? Dacht okay. Juist wel. Earthquake. Oh, Tatsugiri was voor die ene TM waar ik toch had besloten om dat niet te doen, want anders kostte het nog meer tijd. I remember. Even kijken. Waar... Oh ja, level 56. Ja, nog 1 level. Nice. Blijf stilstaan. Ah, man. Oké, dan moet ik nog eentje verslaan. Oh, het duurt zo lang.
Oké. Dan gaan we even dubbel checken of ik alles heb. Zo, dan het is binnen 10 minuten is het donker bij Jordi. Oké. Zie je dat? Nee, ik ben even bezig met andere dingen. Ah, oké. I want it in me. Ja, zeker mag je dat leren. Oh. En dan wil ik nog 1 TM. Als ik hem kan vinden. Ha, ik dacht dat ik daar wel materiaal van had. Nee. Jazeker, ik ga hem wel halen. Kijk, want we zijn... Ah, ik ben naar het verkeerde dorpje gegaan, natuurlijk. Dus ik moet nog voor 1 TM, moet ik shizzle manizzle regelen. Shizzle manizzle? Shizzle manizzle. Er is alleen 1 Pokémon die wel kut is om te krijgen. Maar ik heb in ieder geval van eentje heb ik al de materiaal. Dus dat scheelt. En deze spant wel vrij... Maat, hoe moeilijk is het om deze bitch te verslaan? Kom op. De bitch tits. What the fuck? Wait. What happened? Oh, ja. Nee, dat is als je de Titan hebt verslagen. Dan respawnt hij weer als static Pokémon. Dus dit is geen wilde. Oh. Het is geen wilde bombardier. Dan mis ik er nog 2 als het goed is. En die ga ik hier ergens vinden. Pretty please. Jij bent ook prima. Maat, waar zijn de bombeerdiers? Het is net zoals de avatar. Wanneer je het meest nodig hebt, verdwijnt. Ja, echt wel. Ja. Overal met Swabloos, maar geen bombeerdier. Spablaus? Ja. Volgens mij spant bombeerdier ook. Yeah. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. We gaan nog heel eventjes verder preppen. En dan gaan we de volgende aflevering richting de Elite 4. Wat vind jij ervan? Dat vind ik wel een puikplan. Prima. Oké, tot de volgende keer. Adios, amigos.